Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kan je er iets uit halen voor je eigen gameplay of voor op het veld. Ik zal vandaag starten met PSV tegen FC Groningen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en denk ook aan het belletje. Hallo beste kijkers, welkom vanuit dit prachtige stadion. Het is een fraaie middag, de weergoden houden zich koest. Dus alle ingrediënten voor een mooie wedstrijd zijn aanwezig. Luister naar Siert de Vos, dat ben ik. En naast me zit collega Jeroen Guter. Wij zijn de commentatoren van vandaag. En over enkele ogenblikken begint deze wedstrijd in onze eigen eredivisie. Dit is PSV en ze ontmoeten FC Groningen. Je hebt van die wedstrijden waarbij je vooraf het gevoel hebt dat het iets bijzonders gaat worden. En weet je, Siert, dat heb ik nu. Op tijd voor die bal. Nog steeds gevaarlijk. En de doelman in geen velden of wegen te bekennen. En die zit. Waar is de doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Binnen de lijnen gehouden hier. Wat gaat hij nu doen? Er is een mogelijkheid om hem voor te geven. De voorzet wordt tegengehouden door de verdediger. De bal gaat uit. We krijgen een doeltrap. Gevaarlijke steekpaas. Ja. Dat heeft hij door, die steekpaas. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Denzel Dumfries. Heel rustig. Paas, redding. Bal nog binnen de lijn. Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. Hij had er bijna de gelijkmaker erin gelegd. Maar hij weet hem er toch niet in te krijgen. En dat komt vooral door die uitstekende redding van de doelman. Door die actie is hij de bal kwijt. Van Ginkel onderschept die paas. Pakt de bal en begint aan uit. Bal blijft binnen naar die redding. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal in zweven naar het net. Schitterende treffer. Ja, het is allemaal al een wat onvertuidelijke carambolage. Bij de eerste inzet zit de keeper er nog prima bij. Toch, zie je het? Ja. En daarna komt de bal toch weer in het spel. En dan gaat hij erin. Gescoord door PSV. En nummer 27, Mario Götze. En we wisselen weer van balbezit. Mario Götze. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Naar laag in de hoek kan niemand erbij. Alles klopt hier. Eerst die dribbel, tegenstander voorbij en dan de afronding. Ja, fraai hoor.
We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Iran Zahavi kan er hier voor gevaar zorgen. Een grote kans hoor. Het spel gaat verder naar die redding. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Mo El Hankouri raakt de bal kwijt na die tackle. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Bal naar de andere partij. Het balbezitpercentage valt niet heel verrassend uit in het voordeel van PSV. Ze domineren het middenveld en ze... Hier, opeens, het momentum uit te halen. Ja, goal! Cool. Oh, houd me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Hij plukt die bal met zijn voet in de lucht en volleert hem zo langs de doelman. Ja, prachtige techniek. En hier, vanuit dit perspectief... De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. De bal is hij kwijt naar die tackle. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Ze kunnen snel uitbreken nu. Veel ruimte daar achter de linies. Marco van Ginkel. Gooit de bal voor het doel. Pakt de bal goed af. Iran Zahavi. Goeie tackle en bal terug in bezit. Wat een loopactie. Hij houdt het schot tegen. Die doelman die duikt en die bal die redt. Voor het doel gegeven. Tegenstander werkt hem weg. Die bal wordt goed onderschept. Er wordt gefloten voor de rust. Hierbij gaan we de rust in. Met een stand van 4-0. We gaan gauw door naar de tweede helft. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter op een van onze video's. Ik zou zeggen, kijk mee tot het einde. Het afgelopen uur eindigde met de voorsprong voor PSV. Hoe zal het ze nu vergaan? Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. De bal komt tegen de speler aan. Inworp. Mo El Hankouri. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Hard geschoten. De doelman pakt de bal. Goed gepakt door de keeper. Er wordt druk gezet en hij neemt de bal niet goed aan. Wat een enorme kans was dat, zeg. Ja, hij had er echt moeten scoren. Zonder dat hij het heeft verputst.
mogelijkheden voor een counter. Hier de voorzet naar de tweede paal. Oké, dat zag er dus gevaarlijker uit dan het was. Makkie voor de keeper. Door dat druk zetten komen ze weer in balbezit. Iran Zahavi. Voorzet wordt gegeven bij de tweede paal. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. In deze situatie komen overzicht en traptechniek magistraal samen. Kijk eens, wat een prachtige paas. Ja, prima afgemaakt. Fraaie kopbal, niet in een luchtduel, maar gewoon uit stand. En dan is het een goal omdat er goed positie is gekozen. Vijf tegen nul alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Gevaarlijke steekpaas. Oh, schitterend aangespeeld hoor. Ja, het is echt jammer voor die speler dat het buitenspel is. Ja, wat scheelt het dan? Hè? Op het oog leken ze op gelijke hoogte te staan. Hij stond maar net buitenspel. Dat doen die verdedigers toch goed hoor. Ook al was er verder nog geen sprake van een echte doelkans. Mo El Hankouri. Nog steeds op weg naar het doel. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Een tackle die goed afloopt. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Kunnen ze profiteren van deze pass? Wordt deze uitbraak nog afgemaakt? Schitterende treffer! Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En dan is het nog niet zo makkelijk hoor. De rest gaat niet vanzelf. Maar hoe hier wordt afgerekend met de oppositie en hoe de bal in het doel belandt, dat is echt prachtig. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Blijft aan de bal. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Dat druk zetten is niet voor niets geweest. Levert balbezit op. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Met een volley geschoten. Oh, wat is het leven van een commentator toch mooi als ze dit soort doelpunten gaan maken. Eigenlijk, ja, dit kan gewoon niet. Dit is eigenlijk alleen maar mogelijk in een film. Ik weet niet of het de bedoeling was dat de bal zo voor zijn voeten terecht zou komen. Maar hij maakte het wel schitterend af, hè. Sensationeel bijna. Wat een volley. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hij gaat er flink in. Ja, gevaarlijke steekbal. Nou, uiteindelijk levert dat dus niets op, helaas. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Gevaarlijke steekbal. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper.
gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Niet veilig, maar toch de kans. Als je zo dicht bij het doel af kan werken, dan moet je toch met iets beters komen dan dit. Ja, dit is nou gewoon een kwestie van de kans weggooien. De afronding stelt heel weinig voor. Mario Götze. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Goed druk gezet en de bal weer afgepakt. Iran Zahavi. Hier de voorzet naar de tweede paal. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En dan komt er een soort van halve volley. Ja, de bal wordt echt goed geraakt. Eerst dat stuitje natuurlijk en dan aanleggen. Ja, deze is met een prachtige techniek genomen. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. En daar zit een tegenstander tussen. Mario Götze. Goede kans. Cruciale onderschepping. Schot makkelijk gestopt door de keeper. De vierde official geeft aan dat er 3 minuten extra speeltijd bij komt. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Hij laat de verdediger achter zich. Ja, hier komt die Zahavi, kan gaan scoren. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? Alle ogen zijn nu gericht op de doelman. En ik begrijp dat wel, hoor. Want moet je nou toch kijken hoe de bal uiteindelijk weer bij de tegenstander terugkomt. Ja, die redding had veel beter gemoeten. Had hij veel zorgvuldiger te werk moeten gaan, dan was dit nooit gebeurd. Hij biedt de fluit voor het einde van het duel. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Heb je nog geen like achtergelaten op een van onze video's, vergeet geen like achter te laten. En voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.